6 juni 1944, D-Day. Met de landing in Normandië wordt een begin gemaakt met de bevrijding van Europa. September 1944. De bevrijding van Zuid-Nederland wordt ingezet met de operatie Market Garden. De geallieerden wilden met een aanval op Arnhem de voornaamste Rijnbrug in handen krijgen om door te stoten naar Duitsland. Dit mislukte omdat men onverwacht enorme tegenstand aantrof. The conditions at the moment are much more favorable than they were in 1944. The sun is shining, it's lovely weather now. That was not the case 70 years ago, far from it. Under the cover of darkness and with rain and wind sweeping the river. Nadat Oost-Brabant tijdens operatie Market Garden was bevrijd, werd door het geallieerde leger de rest van Zuid-Nederland bevrijd. De waterwegen vormden belangrijke barrières die genomen dienden te worden. Zo waren de Mark, het Markkanaal en het Wilhelminakanaal moeilijk te nemen obstakels. Bij de brug van Ter Aalst werd hevig gevochten. In die strijd verloren vele Duitse en geallieerde soldaten het leven. Op 3 november 1944 lukte het de brug in te nemen en de overzijde te bereiken. Vanwege de hevige beschietingen door het Duitse leger heeft men eerst een landhoofd gecreëerd voordat men verder trok richting onze gemeente. U kunt hier uiteraard van alles over lezen op internet. In een rap tempo werden daarna de dorpen in onze regio bevrijd. Samen met een aantal ooggetuigen gaan wij u terugnemen naar die tijd. De ooggetuigen vertellen ons hoe zij de bevrijding hebben meegemaakt en beleefd. We nemen u ook mee naar locaties waar nog steeds sporen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar zijn. Ik ben eigenlijk nooit bang, ook niet als ik melk ging halen daar bij Onings of. Nee. Nee, ik ben eigenlijk nooit bang geweest. Nee. Maar ook niet als je dan die mannen met geweren ziet en tanks. Nee, ik ben alleen bang geweest. Mijn vader, we hadden een grote garage eraan. Een oude, die is toen afgebroken, maar in ieder geval, toen kwamen de Duitsers op het laatst met een vrachtwagen en er ging een kanon achter. En dat kanon, dat moest gerepareerd worden. En mijn broer, die had een smidse gemaakt in de garage nog. En toen hebben ze dat kanon erachteruit ingereden. En die ketting, die waren ze kwijt toen de boel klaar was. Waar is die ketting? Die ketting was kwijt. En toen, niemand wist wat die ketting was. En toen komt dat kanon niet weg natuurlijk. En toen had, op een gegeven moment kwamen er twee van de politie, militaire politie dan. En die hadden van die witte banden zo rond die platte petten. Ja. En toen zeiden ze van, dan gaat die mee. Dan vader mee, ja. Want als we dat niet kunnen, en dat kan niet weg. En die zou gefusilleerd worden toen. Ja. En dat is het enige dat ik, dat blijft bij, dat, ja, dat vergeet ik niet. En toen zou hij mee naar het gemeentehuis moeten. En toen was een van mijn broers, die was een jaar of 5 of 6. En die zei, die ketting die hebben ze schoongemaakt, die hangen aan de bomen buiten. Achter hadden wij een grote bogert met fruitbomen. En aan die, inderdaad, aan zo'n tak van een goudrenetboom, daar hadden ze schoongemaakt en overheen gehangen. Dus dat hadden eigenlijk militairen gedaan, ja. Maar dat de anderen wisten dat niet. En toen ben ik, dat is wel, dat heeft me lang dwars gezeten. Hoor. Toen kwam het heel dichtbij. De angst. Natuurlijk. Ja. Je hebt me afgebrand in die tijd, die Engelse jaren, die kwamen heel door de straat. Wij zaten in de schuur met een paar mannen, er zat heel de kelder al vol, dus met een buurman en een paar zulke kleine kinderen. Ik wou ook nog niet zo groot, ik wou ook nog maar 8, hè. Ja. Nee, toen was ik 12, Met de schoten door de deur, zag ik, echt door de deur.
En dat raam boven, want wij zaten in de schuur. Ja. En er zit nog een forse patroon zit er nog in. Eenmaal boven tegen de naald, die is niet afgegaan, dus hij had misschien ook afgegaan. Ja. Er zat wel ooit in en zo natuurlijk. Dus. Ja, dat was een bange tijd, ja. En ze deden ook allemaal paarden vorderen, maar wij moesten allemaal dan riepen ze ineens paarden, paarden vorderen. En dan ging iedereen bij ons de worp in, dat was een, ja, een hele boskage en dan kropen ze allemaal weg met die paarden, dat die Duitsers niet konden vinden. Ja, ja. Ja. In de oorlog, ik ben ook op de fiets naar België gereden voor mijn vader insuline te halen. Ik had een vriendin in Ulekoten zitten en daar ging ik naartoe. En dan van daaruit, want in België was de goede insuline voor hem, hier konden ze niet meer aankomen. En dan ging ik zaterdags naar die vriendin en dan 's morgens vroeg, zondags morgens. En dan kwamen er gewoon die Duitsers tegen, ja, en de douane. Ja. En dan riepen wij waar, we zwaaiden maar waar. En dan zondags morgens, ja, die twee meiden deden toch niks bijzonders. Nee. En dan kon ik insuline gaan halen. Dat moesten hebben, want ja, als ik op straat en ik werd gecontroleerd, als ik naar Ulekoten ging, naar België, dan moesten ze dat ook meenemen, ja, want in, ja, Kaam stonden ze bijna altijd te controleren. Ja, in 40 jaar, 39 jaar, de vader een dos misschien gekozen. Dus mijn tweede aanstrekker, dat weet ik nog goed. En toen zijn ze van dos, en toen kwam de voedselvoorziening, want dat heb ik hier ook allemaal opgeschreven. De voedselvoorziening, en toen moest Jan eigenlijk naar Duitsland. Want toen moest de vader, ja, dat was zo, ja, die kwam te vragen en mee, weet ik wat, een van de voedselvoorziening. Dat de vader niet een boks meer woog aan dossen. Er stond ook nog gaan in de Schelfte, weet ik wel. Dat, ja, was niet binnen, geloof ik, maar in Schelfte. Ja. En daar zijn ze toen naartoe gegaan met de twee, Jan en de vader. En zo doen we door Jan toen niemand dienst, niet in Duitsland gaan werken. Nee. En ik was overal bij eigenlijk, maar toen kwam er een BBA-chauffeur. En die mocht niet naar den Berg, omdat het staken was. Dus die. Die draaide, ja, dat was toen, weet ik niet, blok meegestort, die draaide om. Hij zegt, laat mij maar omdraaien. En dan gooi je maar in elkaar. Nou, hij was net omgedraaid, toen gooide ze met steen door die bus, door de glas en hij weer terug naar Breda. Omdat het stark was, maar allemaal. En toen was het een uur of 11, denk ik. En toen keken we voor het zijraam, de winkel die stook vooruit. Er was een klein etalage en aan de voorkant was het iets groter. En toen riep ik naar achter en ik zei, kom eens, er komen tanks aan. Nou, toen kwamen er, ja, ik zag er één, maar het bleken er drie te zijn. En toen kwamen er stonden nog bomen. Er kwamen naast die tanks liepen allemaal militairen met geweren. En daartussendoor liepen ook militairen met de geweren. En die liepen allemaal als er padjes waren of dingen om te kijken. En toen net voor de kerk, want daar woonden wij dan, daar stopten ze. Dus, en toen deelden ze allemaal sigaretten uit. Ja. Hoe werden jullie daar gewaar dat jullie bevrijd werden? Nou, dat zou ik even vertellen. Wij woonden in de boerderij, heb ik al gezegd. Dus. En ik kom er ineens bij ons over het land achter de boerderij. Ik geloof dat er nog 9 of 11 tanks waren, daar weet ik niet precies meer, maar zeg maar van 9, maakt niet uit. En toen keken wij boven bij ons in de schuur door de pannen en toen dachten wij daar een stuk of 9 of 11 tanks. Dan komen we een zo nu op het land, zo'n 100 meter bij ons vandaan. Ik heb wel gezien dat de Polen bij ons binnenvielen en nogmaals, ik heb 8 Duitsers aangegeven die bij ons achter een schelft zaten, die in de rook wouden vluchten. En die heb ik aangegeven tegen die Pool, die stonden met die tanks op de weg. En die wieren opgepikt en die wieren naar de jongensschool, de benaardenschool gebracht, om daar opgesloten te worden. Was er nog een feest, die bevrijding bij jullie, of is het gewoon gelaten over je heen gekomen? Dat ja, het was er aan het wel, in mei denk ik. Ja. Mei 45 dan. Ja. Toen meteen ook het besef van, die komen ons bevrijden. Ja, dat zag de drek. Ja. En vooral omdat die Duitsers gingen lopen, ja, die zagen, ja, we 's morgens achterom in de tuin vertrekken. Ja. 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 Dat was wel een opluchting natuurlijk. Ja, ja, het is, na de rand besefte dat eigenlijk, ja, pas. Hè? Ja. Maar na de rand hadden feesten en dan deze, kijk,
Oh, ja. Tenminste mijn vriendinnen. Dan liep het over straat en verder was niks. Nee. Gewoon zo over straat en allemaal liedjes zingen en eigenlijk... Waar al die mensen snel vandaan gaan is ongelooflijk. De burgemeester, ongelooflijk burgemeester, is er boven water gekomen. Ja, dat is ook zo. 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 Ja, dat is ook zo.